Ik word al zelf al gelijk dan gepent, omdat ik Bob nog een Energy onder kenteken. Een Bob Nog is geen scheldwoord. Maar jij Bob Noga bent. Nee, ik heb Bob Noga. Hij heeft Bob Nog. Oh, dus jij hebt Noga ook wel. Ja. En dat is niet zo slim, nee. Noga's. Hey. Heb je gezien? Iedereen ging klagen over die AI's, hè? Die drijfwatar. Dat ze fucking OP zijn. Ja. Zo'n guy... Aliens zijn de streaming. Zo'n guy heeft verloren van een Reliant. Reliant. Een Reliant, hè? Dat ja, die drie wielen. Dat is die drie wielen van Mr. Bean, hè? Ja, ik weet. Een S1 op. Reliant. Ja. Nissan Sentra Nismo. Ik begrijp wel, die... Nismo doet zeg maar nu allemaal upgrades op gewone auto's, for some reason. Je hebt de ja, Nissan... Heel goed, toch? Ja, Nissan Juke. Je hebt met Nissan. Het is van Nissan, letterlijk. Ze tunen die auto's van Nissan altijd. Ja? Like, for some reason begonnen ze... Ja, maar het is ook nog steeds wel van Nissan. Maar ze hebben gewoon een contract met Nissan. Volgens mij is Nismo juist van Nissan. Oh nee. Ze maken altijd, for some reason, maken van die consumer version sportscars. Zeg maar, je hebt de Nissan Juke Nismo bijvoorbeeld. Nee. Weet toch, die fucking auto die altijd. Je hebt allemaal... Je hebt ook van zo'n Nissan, zo van die kleine autootjes ook allemaal Nismo. Oh, het is de motorsport tak van Nissan. Ja. Maar het is wel van Nissan. Hey, een PC Alfa Romeo. Maar ik wil die Hyundai Veloster ook. Zoveel is ook niet, toch? Kan je misschien zien, Jim? Kijk dan. Jim, kan je opdrachten maken? Nee, ik ga dood. Jim, volgens mij zou ik eerst jou ook niet halen als ik daar zat. Als je zoveel moet doen. Dan wilde ik niks, nu doe ik kapot veel. je hebt die dubbele stap gedaan die ik heb gehad. Ik ging van MBO naar HBO, maar ik had het nog makkelijk, soort van. Maar je hebt gelijk al eind van het jaar difficulty. Oh, Nicky, you fucked boy. Je bent het meest gefucked van ons. Ik? Ja. Ja, ik ook. Je bent echt fucking hard gepakt. Hè. Als je niet haalt, moet je gewoon naar Rotterdam gaan. Ik geef je gewoon al de antwoorden. No joke. Is Rotterdam zo makkelijk dan? Het is veel rustiger. Maar je hebt stack and heap. Alleen stack and heap is moeilijk. Het zou toch uitgegooid worden? Nee. Zo. Je doet het alleen op PC, doe je het nu. Is dat makkelijker? Ja, makkelijker. Je kan zeg maar gelijk controleren of het fout is. Dat is het vooral. Toen ik dat deed, dan kon je dat niet doen. Zie je later, fucking homo met je TTR, bitch. Deze map ziet er best uit, fucking de crew map. Nee, de crew is heel Amerika, Jim. Dit is een stad van Engeland. Heel Amerika. Dit is Amerika. Is dit ook echt de stad van Engeland? Of is dit heel erg niet echt? Heel erg het is gebaseerd. Het is heel erg gebaseerd. Het lijkt wel op Engeland. Edinburgh is er wel. Dat is helemaal boven. Turn left. Dus het is niet alleen maar aesthetic, die straat zijn echt gebaseerd erop. Ja, die stad rechtsboven van de map, ik weet niet of het jong in de map is, maar die bestaat echt. Dat is Edinburgh. En daarvan hebben ze het zeg maar geminimized. En alleen de belangrijkste dingen hebben ze gepakt. Zo krijg ik nu echt een gedeelte wat ik zou zien in Top Gear. Ja, die airstrip. Maar gewoon gebieden die altijd lijken waar ze altijd filmen.
van die twee baanwegen, zeg maar. Maar ben je op de snelweg? Nee. Echt gewoon op een random dorpweg. Ik ben nog geen civilis op de straat, is dat nooit zo. Volgens mij zit ik nu in Horizon Live. Dan zit je in zo'n live online session. Kun je mensen aanrijden? Nee, ik heb ze uitgezet. Nee, maar normaal gesproken. Als je in de race zit, dan zeg wel. In de race wel, maar in live had ze volgens mij uitgezet. Tenminste, ik kan ze niet aanrijden. Want bij welk spel was het bij de vorige of zo dat ze altijd opzij sprongen? Wat? Die civilian? Ja. Ja. Bij dit staan ze allemaal achter die barriers. Je ziet echt bijna geen civilians opstaan. Oh, dus je kan ze nooit aanrijden. Behalve die in AI. Die AI driver tars, zeg maar. Als je solo speelt, dan kom je van die mensen tegen die zogenaamd op AI lijken. Tenminste, andersom bedoel ik. AI die op mensen lijken. Tegen hun kan je wel botsen. Ja, maar dat is een cake. Wat zie je dan, bloed? Nee. Vind je mijn 170 set? Heb je die mods opgegooid? Ja, die white body ding. Tenminste, dat die wielen, die zien er tenminste goed uit in dit spel. Die arches, ja, zeg maar. Zijn white dit keer, ja. Ja, omdat je kan ook zelf bepalen hoe wijd je die banden wil hebben. Ja. Dat is weer. Ja, je kan ook zeg maar, dus nog wijder zetten dan normaal. Wat is de max? De helft van je banden naar buiten. Ja, zoiets, ja. Ongeveer. Dat is de driftinstelling. Turn left. Turn left. My turn. Hmm. Wanneer gaan we ranked spelen? Ja, als ik deze heb afgerond misschien. Maar Chang, je bent niet eens klaar met die andere twee. Ja, maar ranked spelen kan sowieso altijd. Dus. Want ik wil super wheel spins hebben. En dan weer geld verdienen. Wat een nogger, gaat hij me blokken? Wat is met die spoiler, what the fuck? Ja, het is zo'n Monster Rally car, zeg maar. Je speelt die Peugeot, hè? Monster Jam! Kom jij ook naar de Amsterdam Arena? Je speelt die Peugeot, hè? Ja. Hallo, dit is die Dirt Class. Kan je spelen als Gravedigger? Gravedigger. Je kan wel spelen als Ken Block. Yo, je kan niet eens voor je kijken met deze auto. Ja, Jim, dat had ik dus ook met mijn auto. Dat vind ik ook, want hij moest ook in mijn auto rijden op een gegeven moment. Hey, hij zit verstien. Ja, ik weet niet hoe de twee mensen kijken, maar ik zeg maar niks. Dus volgens mij ben ik één persoon, niet twee personen. Ik weet niet of je kijkt naar je eigen streamtje. Ja, ik heb mijn telefoon erop staan nu. Ik wil even checken hoe die kwaliteit is. Oké, gelukkig. Nee, maak geen zorgen, het is geen zin. Nee, dat is niet. Ja, daar kijken nu drie mensen namelijk. Ja, want Jordi kijkt nu ook. Jordi, kijk je nu? Jordi, kijk je nu. Ik ga de vraag beantwoorden. Jordi, kijk je nu naar zijn stream? Hij kijkt nog niet naar je stream. Ja, maar hij kijkt. Nee, ik kijk niet. Anders zou hij niet zeggen, oh, je streamt. Ja, kom dan. Dat toeval zijn, doe. Hij weet niet eens zijn YouTube kanaal naam. Yo, hij heeft al eerder... Toen ik met hem was, hij een Corsa ging spelen. Ja, en weet je dat hij zijn auto ging trippen. Ja. En weet je wat daarmee is gebeurd? Ja, dat is allemaal history.
Heb je een LED? Huh? Heb je een LED? LED? RWB. Heel drive. Nee, RWB, de Porsche. Oh, die, nee. Damn. Ik koop nooit auto's, denk ik, van de store. Ik ben te geen voor dat. Hey, 200k. Heb jij een RWB, jong? Nee, zeker. Nee, dat niet. Ik ben niet zo ver als ik ben. Ik heb kapot weinig geld. Team. Maar wat is welke cash voor dan, Ben? Niks. Auto voor ding. Huizen kopen. Huizen? Wat is het duurste huis in het game? 15 miljoen. Ga je halen? Ja, ik ben al bezig. Hoeveel kost die? Hoeveel heb je natuurlijk? 6 miljoen. Ik heb er tot voor geld, Jim. Als ik al mijn auto zelf kopen in de garage had, heb ik 30 miljoen. Hè? Of koop je daar auto's die je niet gebruikt of gewoon en dan kan je dat huis kopen? Nee, want ik ben zo'n car collector. Zelfs de lelijke. Ja. Jim, ik heb al die oldtimers, ik ga je zo laten zien. Maar jij collect altijd de oldtimers. Ja, Jim, je gaat zo zien. Je gaat zo zien. Wanneer ik met de regel. Ik ga met de oh, heb je die barn al gepakt? Van wat? Zijn er nog speciale dingen aan die huis, of niet? Skills. Soms krijg je een speciale auto dan. Ik vind van die dealerslijst ik ook een speciale auto. Ja. Ik weet niet ja, wat je krijgt dan. Één auto. Ik ben weet het niet. Mag, heb je die Piel? Die 15 nog gepakt, of niet? Wat? Die Piel. Die wat? Die Piel, die 50. Piel, die 50. Ja, die heb ik al. Oh, ja, want die kan maar alleen in de zomer krijgen. Daarom. En je krijgt nu een Aston Martin. Kijk aan. Ik heb net gekeken. Ja, kijk wel. Mag ik al meerdere auto's kopen? Ja, je kan veel meer. Ik bedoel, meerdere huizen kopen. Ja, meerdere huizen. Kan je ze allemaal kopen? Ja, je kan ze allemaal kopen. Maar het is kapot voor. Je krijgt een Alfa Romeo P3 als je dat huis koopt bij Tim. Jim, één huis kostte 5 miljoen, maar ik heb die gekocht omdat je extra voorzet om bonus te krijgen. Gewoon permanent? Ja. En zo'n andere huis kostte 2 miljoen en dan kan je overal fast travelen. En die probeert je hem ook te herkrijgen. Ja, maar ik heb maar 1,7 miljoen. Die guy had al 5 miljoen toen ik fucking mijn 500.000 had. Wat heb je gedaan van 1 miljoen of zo? Wat? Je hebt 2 huizen gekocht al, Ben. Nee, ik heb 4 huizen gekocht. 4? 4? 1, 2. Welke heb je andere gekocht dan? Waarom die andere? Ja, gewoon super blue spin. Ik heb 300.000 credits gespeeld, zodat ik 1 blue spin krijg, Jim. Hoezo? Omdat ik het geld daarvoor heb. Dan spaar je niet gewoon gelijk voor het eerste ding. Omdat ik ook auto's heb. En ik spaar voor Forzaton. Fuck, Forzaton. Forzaton zijn die live events die online gebeuren. Moet je met allemaal andere spelers moet je opdracht gaan uitvoeren totdat je zo'n point threshold haalt en dan ga je naar de volgende objective. En daarvan krijg je van die speciale punten die je in de Forzaton shop kan gebruiken. En daar zitten meestal rare auto's tussen. Ja, daar zitten nu die rare auto's in.
Ja. De vorige zat bijvoorbeeld zat er een Porsche in. Een 911 GT3 RS of zo. GT3 RS? Ja. 2019, is een nieuwe. Serieus? Ja. Oh, dat is die ene waar die ad van was? Nee, niet die ad. Maar het was nee, die nee, auto niet die ad die jij stuurde, maar die ad die op YouTube is. Niet die ene die jij stuurde. Je hebt ook al die James Bond auto's, hè, Jim? Yeah. Wat? Je hebt ook al die James Bond auto's. Ja, dat hoor, wist ik. Heb je ook de Batmobile? Die had je volgens mij in een auto voor, zeg maar. Die had je in 3. Die oude versie, hè? Oh damn, die had inderdaad... Goed, ja, 3. Batmobile. Ja, dat was Hot Wheels. En dan doen ze net aan het Engels roeien. Kippetjes. Soulja Boy heeft een nieuw album. Maar die guy is letterlijk rip. Ja, ik weet. Eindelijk. God damn. Nee. Yes! Great drive. Nou, nog geen les heb. You absolutely dominated the gauntlet. Hoe bedoel je? Ik hoef maar één fuck te hackansen voor deze periode. Wat? Die moet nog komen. Einde van de week. Einde van de periode. Hey, Jim, ja. Kijk mij dansen. Ja, ik zie je dansen. Als hij eruit is een retard. Ja, ik weet niet. Ik heb geen goede customization dingen unlocked. Ja. Ja, daarboven. Hij ziet eruit als een retard. Level 47, wat de fuck? Dude, binnen is fucking 100 plus of zo. Ik ben 120. Ja, maar dat is omdat je 13 uur achter elkaar stopt per dag. Hey, ik was vandaag gewonnen. 35.000. Guy. Hey, Cheng, ik heb nu ook die Peugeot. 300 Forza coins. 300 Forza coins. 100. Hey, ik word zo triggerd van jouw kut auto, Cheng. Ja, ik pak een andere, want ik ben eindelijk klaar met die rally races. Ja, die auto is zo kut. Ik ga even drivers updaten. Ik zie geen in de tering meer auto altijd.
Ja. Waar heb je een heers? Een heers. Oh. Hey, dit is goed update. Waar heb je een heers? Ja, ik weet niet. Dan krijg je van die wheelspins. Nee, ik heb een heers. Ik heb kapot mijn auto, zeg maar. Ik ben even kapot veel. Waarom de fuck zit dan een heers in de game? Ik weet niet. Volgens mij is het geen heers. Wacht, ik pak hem wel. Ik zweer, het ziet er echt uit als een heers. Wat is de laatste versie, John? Laatste versie? Ik weet niet. Nice work. Just before you visit me in the Horizon offices. Wipe your feet, will you? Ik kan me niet zeggen dat dit niet eruit ziet als een fucking heers. Ja, ik weet niet. Het lijkt wel een beetje, aan de voorkant. De voorkant is een beetje van een muscle car. De muscle car heers. Hoe heet die auto? Even kijken hoor. Oh wacht, join game al 3 maanden. Ja, ik ben gedisconnect. Oh, ja, dat zie ik. Deze auto heet Sandman HQ Panel Van. Kijk wat de lijn. Je hebt ook je andere auto die je zo nice vindt. Die Cobra. Ik weet niet hoe die heet, precies. Die Shelby. Blijkbaar is het gewoon een van. Heers. Oh, Shelby 500. Ja. Hij heeft de Cobra. Ja, maar die is raar, Jim. Raar. Toch? Of was die legendary? Eén van de twee. Wat is die Chung heeft dan? Dit is een iets anders. Het was een. Want dat ziet er inderdaad niet zo precies hetzelfde uit, nee. Nee, wacht, kijk, als ik ga wel naar het festival. Wacht, hoor je dat geluid, Jim? Heb je geluid aanstaan? Nee, maar anders zou ik mezelf dubbel. Nu heb ik het geluid aanstaan. Oké, wacht allemaal. Hoor je het? The fuck is met die Windows XP shutdown? Nee. Dat is mijn horn. Hey Jim. Ja, waarom is het zoveel memes? Jim, kijk chat. Kijk wat? Kijk chat. Ik zag chat niet. Zie je chat niet. Hey! Kom, hou je barnfinds erin, kutje. Hou mijn barnfinds? Ja, je moet naar barnfinds gaan en dan die 8 auto's moet je aanklikken. Je hebt deze kleren niet, tje. Ja, deze wel. Ik heb een nieuwe skirt. Hey, wow. Wellies. Purple leafy skirt. Ga naar die emote. Doe hotline bling. Tijd op hotline bling. Maar hij heeft een app hier. What the fuck is dit, Jim? Fucking hotline bling. Hey, je hebt best mates. Best mates, ja. Yeah. Fortnite dan. Wat is die Fortnite dans dan? Best mates is een Fortnite dance. Ja, best mates Fortnite. Oh, best dan. Mates. De Carlton zit ook erin, Jim. Dat is weer. Ja, helemaal beneden bij Legendaries. Kijk die dab though. That's dab. Die dab is kapot, man. Jumpt hij daarna nog? En Jim, en die gooide ik elke keer. Nee. En die Confused is van Ding Jim. Van ik weet niet hoe die film heet. Confused? Nee, dat is die guy dat hij altijd met die jas zo. Ja, die. Ik weet niet wat die ene met die jas zo zijn arm heen en dat hij ja, dan. Ja, dat hij zo rondkijkt van wat? Wat? En dan doet hij zijn handen zo. Ja.
Met John Travolta, toch? Ja, met John Travolta. Hey man, heb jij een Chevrolet Corvette? Die wil ik ook. Oh, die rode. Ja, die is fucking oud. Ja, pas bij je GTA kijken. Hey Jim, hij maakt onze jaren 50 klokers belachelijk. The fuck? Zweer. Hij beledigt de jaren 80. Je kan die chicken suits halen als je die ranked speelt, by the way. Kijk hoor, auto show. What the fuck, die heb ik je karakter, man. Ja, ik weet niet. Ja, kijk, military jeep. Like een hypersport. Je hebt zo'n truck. Dat is een halve truck. Of is het een hele ja, truck? Volvo. Van Volvo. Mensen driften daarmee altijd. What the fuck? De Iron Knight heet die volgens mij. Ja. What the fuck is dat? En je hebt ook die oude Volkswagen busje. Waarom zijn er fucking zoveel liveries daarvoor? Mensen krijgen geld daarvoor, hè, als je liveries maakt. Is dat serieus specifiek bedoeld voor dit? Ja. Maar je krijgt niet zoveel geld. Valt heel erg mee. Nee, ik bedoel bij Volvo. Is die auto specifiek bedoeld voor drifting of zo? Het is zo'n van zo'n truck challenge, zo'n truck race. Kijk, Jim, je hebt de Insurgent. De Gurkha, toch? Ja, de Gurkha. De Gurkhan. De Gurkhan. Subaru's. Cobra, hier was het. Waar heb je de Night Shark? Night Shark. Nee, het is de Cobra. Fuck, kijk, kost 2,1 miljoen. Wat? De Cobra? Ja, de Cobra. Koude dier, what the fuck? Je hebt ook zo'n Daytona coupe. Maar geen grill. Geen grill, dat kan je volgens mij erop zetten. Die kan je erop zetten, als je het zelf koopt. Ja. Je moet serieus die grill zelf kopen. Hey, je hebt ook de Daytona versie. Die wil ik ook. Daytona versie? Ik heb ook die... Die NASCAR auto, Jim, van vroeger. Dan krijg je als je die La Gamer story doet. Skrrr. Dan krijg je de Monte Carlo Corvette. Waar is Offset? Die zit in de auto. Ja, ik ken die, ja. Dat is de Bean auto. Ja. Heb je die niet in je garage? Ik weet niet. Nee, die heb ik nog niet. Sorry. Waar is de Bean blauw? Oh, die staat daarnaast. Reliant Mr. Bean. Oké, okay, heb je die classic Porsches? Hij staat in het installen, ik ga naar wc. 9,5. What the fuck? Er zitten wel kapot veel Porsches in. Er zitten kapot veel Porsches, niet normaal. Like, Porsche is hier volgens mij het grootste hier. Van de dat is al lang, want Porsche is al lauw. Dan kijk hier, nee, dit is allemaal nog Porsche. Porsche. Oké, tot hier. Boy. Dan heb je ook die RWB. Als het goed is. Ja, ik weet niet waar die bij staat, maar ik zag hem wel. Dus heb je nog altijd deze, volgens mij. Of het was deze. Oh. Nee, er was een auto met de Rocket Bunny kit, volgens mij. Ik weet nog niet welke Porsche. Nee, het is niet gewoon, dit is best een lauwe auto, maar... Nee, dat deze kan zeker weer zo'n RWB-kit op hebben, of niet? Kan, volgens mij wel. Ik weet niet of het bij deze was. Weet als... Misschien is het bij deze. Maar die is best wel modern, toch, of niet? Wat, die ik net had? Nee, oh, die 3.3 is 982, dat weet ik al. Ja. Oh, ja, deze bijvoorbeeld, als ik kan zien, die design. Volgens mij heeft die geen RWB-kit of zo. Oh, jawel, what the fuck?
Hebben moderne Porsches ook een RWB kit of zo? Niet dat ik weet. Oh, zo, zo die camera. En deze Porsche is zo mooi aangevraagd met andere. Het is gewoon een groot RWB eronder gezet. Ik kan het nog niet zien, want ik heb een gigantische delay uitje. Ik zie nog steeds dat je in select zit. Ja, ik zat te kloten met die. Bij die RWB guy, genaamd RWB, die had die achterbumper eraf getrokken. Die had een RWB gemaakt en dan had die met een gigantische exhaust en dan had hij de achterbumper ervan afgehaald. Dat was die anime livery. Die anime livery? Ja. Dat was een Toho, volgens mij. Ja, dat is van Toho. Wacht, ik bij mij moet hij opladen. Ja, ik ga erop nu. What the fuck? Zijn het user submitted? Wat? Zijn het user created ofzo? Volgens mij wel. Ja, ze zijn allemaal user created als het goed is. Je kan die customization is best wel broad. Je kan best wel veel customizen. Dus je kan ook een nazi uit te maken. Volgens mij wel. Ik denk niet dat je die ding kan sharen, maar... Beetje geband daarvoor. Ik weet niet, het is wel het is Microsoft, dus I don't know. En als je hele auto vol zit met Bob Nock? Ik denk het niet. Deze? Dat is gewoon een oude Porsche. Ik ben echt kapot voor Porsches. Dan heb je nog... Peugeot, Pagani, Skylines, Sylvia's. Heb je maar één Pagani? Oh nee, vier. What the hell is dit? Zijn het allemaal Engels auto's zeker? Ja, ik weet niet. Het kan ook Amerikaans zijn. Is dat een trein? Ja. Een driewieler. Gare auto. Ja, Pin zat er nog in deze trein, dat is Kolo. Ja, ik loop achter als je dat niet wist. Ja. Wat die Mercury? Ja. Is kapot lelijk. Ja. Dat is echt zo'n Engelse auto, lijkt het net, maar misschien is het wel Amerikaans, ik weet niet. Nog zo'n truck. Je hebt ook een fucking vrachtwagen. Legit vrachtwagen. Ik weet niet wat de fuck dit is. What the fuck. Dat is een legit vrachtwagen, ja. Dan kun je mee racen. Ja, dan kan je mee racen. Maar ik denk dat eerder mensen dit gebruiken om te trollen tijdens races. Kan je elke auto gelijk in racen? Ja, als het een in de class... Zijn er dan die mappen waar gewoon die auto niet onderdoor kan ofzo? Ik weet eigenlijk niet. Kan. Oh, McLaren. Zijn niet zo erg van McLaren. What the fuck? McLaren is echt bijna heel erg weinig, man. Ja. Dit is die big ass versie. Dit is die... Waarom heeft GTA zelfs nog meer McLaren? Nee. Ja. Dit is die McLaren die met die langere achterkant. Met die ass. Ja, die Tyrus-versie, zeg maar. Ja, ja. Maar die ben ik sowieso niet zo erg fan van. En dan heb je de normale. Dat is dan weer die met die kortere achterkant. Die is wel nice. De rest vind ik best wel goeie. Dan heb je... de P1... 650S, 760S. Je hebt zo'n Bob. Nieuwe. Dit is de nieuwe. Bob is nog eens. Dit als wat is de flagship car van deze game. Wat? Dit is de flagship car van de game. Wat Senna? Ja. Hij ziet echt heel erg overdreven uit. Hij is zo erg mooi. Ja, het heeft wel die daar gaat dus een auto die ze gebruiken bij de trailer en dat doen ze zeker ook. Ja, dit gebruiken ze als trailer. Ook als bij de startup menu. Vind jij hem mooi? Ik weet niet, ik vind hem een beetje te overdreven.
Die voorkant is te overdreven. Ja. Die achterkant was een grappig. Ga eens naar... Ga eens naar Best on Bart in. Hier heb je de T20 gym. Weet je die auto's te kijken? Ja. Ga eens naar de Best on Bart in. Even kijken hoor. Mazda, Maserati... Kijk, je hebt ook die... Die Lotus Esprit, dat is de Ardent. Maar die kost geld volgens mij. Ja, dat is een... Hij is een Lotus. Wacht, Lotus Esprit. Is dat die... Dat is de Ardent. De Ardent, ja. Met de flipper. Die is lauw. Dat is een lauwe auto, dat. Hij ziet ook gewoon heel mooi in. Hij is heel mooi in. Die in- of outtakes of whatever, dat zij op de achterkant zijn met de lauwe van die auto. Ja. Aan de bovenkant. Lamborghini. Ik zou er geen leuke die opgooien in mijn leven. Expo... What the fuck is die Batmobile? Batmobile. Oh, dat is de Countach. Countach. Oh ja, nee, dat is die Countach. Dat is die Diablo. Oh, nee. Of die, ja. Nee. Infernus Classic. Ja. Jaguars International Infinity. Oh, dat is ook Nissan, basically. Hyundai. Aston Martin. Ik kijk Jim, de Drift Tampa. Oh, what the fuck? Nee, dank je. En daar zit Monster op. Ja, kill me. Omdat die fucking faggot Ken Block erin rijdt. Echt gay, ugh. Monster op je auto, ugh. Honda's. Het zijn allemaal Formula Drifts en je hebt wel fucking piece of shit. Kijk, hier heb je die Harry Potter auto. Die kan vliegen. Oké. Dat is deze. Oh, ik weet ook niet wat. Maar dan was hij in zo babyblauw. Heb je Ford Mustangs, Cobras. Zo'n Fiat Multiply. Fiat Multiply, nee, die ding is fucking lelijk man, wie gaat daarin rijden? Jij? Ja, hier heb je de F40, Jim. Waar zit de Fiat Multiply er niet in? Mooi raar heeft het nieuwe F40! Maar dat is niet de originele toch? Nee. Dat is een andere versie. Dat is de... Je hebt nog eentje eronder, dat is wel de originele. De originele is beter. Ja, want deze heeft de flipperplates. En de grill aan de achterkant nog. De originele is kapot bouw. Echt een lauwe auto is dat. Je kapot veel Ferraris. Ja. F50. Enzo. Volgens mij is het auto, het zijn de auto's vooral Ferrari en Porsche. Ja, dat zijn die grote automerken die iedereen... Yo, what the fuck? Hoeveel Ferrari zijn er? Kapot veel. Donkervoort. Charles. Is de... Oh, de Ferrari FF. Dat is de enige familieauto die ze hadden gemaakt, toch? Ferrari FF? Nee, niet de FF. De Ferrari... Jawel, FF, toch? Dat was de enige familieauto die ze gemaakt, toch? Ik weet niet. Is het de familieauto? Deze had ik in GTA. Deze. Maar dan in zwart. Jij kent het wel, aan die vorm. Ik weet niet, ik zie het nog niet. Die FF is een familieauto, hoor. Dacht ik. Ja, ik weet niet. Er was één vierdeurauto trouwens, ik weet niet welke van de Ferrari. Die staat er niet bij als het goed is. Nee. Dan heb je Charger, Dodge, Datsun. Ja, dat is de Ferrari FF, ja. Dat was de enige vierdeur Ferrari. Maar deze was tweedeur, dus. En dan kom je bij Chevrolet en dan heb je allemaal van die... Heb je een game in een GTA, Chun? Wat? Vierdeur auto's waar je niet in kan omdat de achterkant kleiner is, weet je wel? En ze hebben geen nieuwe animaties gemaakt. Ja, bij
Cadillac, ATV, Better CTS-V, al deze Buick. Deze heb ik ook in GTA, Jim. Beget it. Nee, what the fuck is dit voor een Bugatti? Deze kan sowieso sneller dan de Bugatti Veyron. What the fuck. Extra wiel aan de zijkant. Die zit bij mij nog steeds bij Chevrolet. Ja. Volgens mij loop ik nu echt heel erg goed tegen, maar ik ben net. Oké, okay, misschien moet je die fish. Oh, nu ben ik bij Bugatti. Maar waar is de... Waar is de... Benny's upgrade? Benny's upgrade. Hier heb je de... Nee, wij zijn banken, eigenlijk. Valentine. Ik weet niet hoe die dat uit. Nee, niet die Valentine car. Wanneer je import-export doet en je krijgt die auto als high-end. Hoe bedoel je? Dat valt nog wel mee hoor, als je die krijgt. Als je de fucking, als je de fucking mama krijgt, ga je huilen. Hier heb je een Halo Warthog. What the fuck? Wat is de Warthog erin? Microsoft. Altijd al in, Jim. Microsoft Forst, slash Xbox. Want de Microsoft games natuurlijk, hè? Ja. Ja, het is als een Warthog showcase. En dan hoor je zo... Cortana hoor je ook gewoon. Aston Martin. Oh, hier is Aston Martin. Omdat die Warthog dan niet iets realistischer maken ofzo? Okay. Het is een videogame design. Hè. DB5, DB1, Vanquish, Vantage, Falcon, DB11. En dat is het voor de shopauto's. De rest moet je unlocken. Maar waar zijn de Boston Bart in dan? Die waren net hier. Oh. Het zijn niet zoveel. Maar dit zijn natuurlijk de auto's die nu in de game zitten. De James Bond auto's, die zitten hier niet tussen. Het zijn best wel weinig als het een part is. Ja, het zijn maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh damn, die Aston, die James Bond had toch ook wel een Aston Martin? Ja, James Bond, ik ben altijd een Aston Martin. Ja, ik wist het niet eens. Ik kijk niet zoveel naar James Bond als dat Ja, ik ook niet eigenlijk. Want doe je dan net alsof je zo'n fucking expert bent, bitch. Omdat ik auto's ken. Ik zie, als ik een James Bond film kijk, zie ik meestal wel een Aston Martin. Oh ja. Hoeveel ruimte zit er in een Fiat Multipla? 6. Return to free room to play. Hey, 300k. Has joined the convoy. Ik ga blapen, ik zie jullie misschien zo. Daar is toch hotel als beneden. Goeie ranked speler. Voor elke categorie mijn auto upgraden.
Oké, okay, mensen spelen vooral in FS2'en, volgens mij. Nee, natuurlijk niet. In S2 zijn die auto's kapot in balance. Ik heb niet meer bonfire, wat te lang over deed. Ja. Ja, ik weet niet of ik te lang over deed, maar... Ik ben toch hangtig voor mij. Volgens mij ligt dat niet aan. Nee, maar je moet toch naar Kriedel om die invite te accepten. Maar ik was nog geen tussen deze. Oh.
200 meters, turn right. Turn right. €150.000 en dan kan ik eigenlijk die fast travel niet meer unlocken. Moet je nog die borden doen, hè? Ja. Kost het nog 5 wheelspins. Yeah. Je moet ook dangerous zijn, hè? Want één op die kerk kan je niet krijgen. Ik heb een epic glitter pink cap. Hey, fuck die NSX-605R zag ik net, en dan krijg ik een fucking epic white top hat. En een skirt, weer. En een horn. En een fucking domme jacket. Nou, geld heb ik dus niet gekregen. Nooit in.
ook niet. Die komt ook niet. Alles wel S1. Meters, turn right. Turn right. Turn around when it is safe to do so. Thank you.
Oké, ik ben eruit. Ik kan me joinen. Als dat moet, tenminste. Ik moet wachten. Okay. It's safe to do so. Yes. Turn right. Turn right. I got a cold liner. Hey, my form is an S3 auto, okay. Hoe werkt het? Terug naar die dingen in de map rijden, toch? Nee, je moet een team maken. Oh. Hoe? Op start. Team Adventure? Ja, en dan staat Create Team. Waar staat Create Team? Well, reach level 3 in racing, games, or anything Ghost Team to unlock ranked adventure. Is that the man in Finder Team? Helemaal rechts staat er Finder Team, staat er search for and join a team. Maar nog als je erop klikt, staat create team. Oh. Gooit me opeens naar Xbox.
Moet jij mijn team joinen dan? Of heb jij ook een team gemaakt? Nee, ik heb geen team. Weet je het team? Wauw, je moet in feite via Xbox. Oh, wacht, ik kon geen clubs maken. Ik had dat probleem. Geen teams. Hoe invite ik jou? Hoe zie ik mijn teams in Forza? Home. Forza Horizon 4. Friends and clubs. Invite. Forza invite to party. Fuck, break that. Een club, maar ik kan geen club. Team adventure. View team info. Invite. Wat team maar. Heb je invite gekregen? Ik lijk die YouTube Bob Max. Do this because how your account setup go to privacy and 96. What the fuck? That's for GPS.
Ik ga zo lang staan. Fijn. Mijn ding is bug. Ik kan niet. Ik kan geen clip joinen, omdat er staat dat ik die set ik niet op heb gezet. En zegt iemand, ja, ik ben van. Maar ik heb er geen. A lot of people talking about your speed trap scores now. I've set some new ones up for you. Fancy giving them a go? Turn around when it is safe to do so. Turn left. In
100 meters. Turn right. In 100 meters, turn left. Arrived at your destination. Ik kan niet veranderen. Ik moet Wat moet je doen? Ik kan geen clubs joinen of teams joinen. Kan je wel een team maken dan? Nee, ook niet. Ook niet. Dus ik moet met de Xbox chatten morgen. Hoe moet het? Wat is Kai?
100 meters, turn right. Roundabout, take the first exit. At the roundabout, take the first exit. In 400 meters, turn right. Turn right. You have arrived at your destination.
turn around when it is safe to do so. In 100 meters, turn right. In 400 meters, turn sharp right. Turn sharp right. In 400 meters, turn left. Turn left. Arrived at your destination.
Toen crashte mijn spel.